Hey, ik ben Mark van MotorCleanCenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpine Stars Hades, beschikbaar bij MotorCleanCenter.nl. MotorCleanCenter Review. De specialist in motorkleding. De Alpine Star Hades is onderdeel van de Alpine Star Black Shadow collectie. De Black Shadow collectie staat voor een lijn met jassen die volledig zwart zijn en qua veiligheidsaspecten en details super goed zijn uitgewerkt. De Hades is de versie zonder speedhump. Je hebt ook nog de Alpine Star Phantom, die is ietsje duurder en die is ietsje sportiever qua pasvorm. Maar rij je bijvoorbeeld een sport tour motor, een naked bike of iets van een chopperachtige motor, dan is de Alpine Star Hades een hele goede optie. Zoals ik al zei, nergens op bezuinigd. 1,3 mm dik rundleer is gebruikt van de beste kwaliteit en heeft een glanzende finish gekregen om deze jacht een extra chic uiterlijk te geven. Op de schouders is die voorzien van grote CE-gekeurde protectoren die wat zacht zijn qua gevoel, maar als je onderuit gaat hard worden en daardoor heel veel energie kunnen absorberen. Bovenop die schouderprotector zitten ook nog twee externe sliders. Eentje rond het sleutelbeen en eentje echt op de schouder. Dat zijn dual compound sliders met het Alpine Star logo erop. En wat die doen is, die zorgen dat als je onderuit gaat, dat je blijft glijden. Dat je minder risico hebt op rollen en dus ook minder risico op botbreuken. Als we dan naar beneden gaan, zien we hier in het donkergrijs een reflecterende strook. Het valt niet echt op in het design, maar zeker 's nachts ben je daardoor wel opvallend. Als we naar de onderkant gaan, zien we ook hier allemaal glanzend leer. Leer van de beste kwaliteit, zoals ik al zei. De achterkant zien we dan in de 3D erin gestanst het Alpine Star logo. Bovenaan de nek neopreen of mesh-achtig materiaal. Dat als je wat sportievere houding hebt, dat je geen overtollig materiaal in de nek hebt. Op de rug is die standaard voorzien van een foam panel, dat is een energieabsorberende laag. Maar mocht je dat niet genoeg vinden, dan kunnen we deze jas ook nog upgraden met de CE Level 2 gekeurde Back Protector Insert van Alpine Stars. Er zit een zak in waar we dit foam panel eruit kunnen halen en die protector erin kunnen steken. Heb je nooit meer last van en weet je zeker dat je volledig beveiligd bent. Aan de onderkant ook weer een hele grote reflectiestrook voor maximale zichtbaarheid. En we zien dat de jas aan de achterkant iets langer wordt. Dit zorgt ervoor dat als je op een sportievere motor zit, iets verder voorover gebogen, dat je jas en je broek niet van elkaar loskomen. Wij hebben hem hier gecombineerd met een Kevlar jeans. Zo zullen de meeste mensen hem dragen, meer een beetje op een casual manier. Maar je zou deze jas bijvoorbeeld ook vast kunnen ritsen aan een andere leren broek van de Alpine Stars. Aan de zijkant zien we dan een klittenbandstrook waarmee we de jas strak kunnen zetten om de broek. En op de voorkant zien we dat deze jas is voorzien van grote pockets. We kunnen voldoende spullen meenemen. Super, zeker op straat, als we op straat rijden, is dat ideaal. Deze jas is zo veilig dat we er ook nog prima een keertje eventueel het circuit mee op zouden kunnen gaan. Ook op de voorkant het logo in 3D erin gestanst. Allemaal hele kleine details die als je goed kijkt, waaraan je ziet dat er heel veel aandacht aan deze jas is besteed. Achter de voorste rits zien we dan een waterdichte binnenzak. Word je overvallen door de regen, dan kan je je telefoon en je documenten in deze tas doen. Weet je zeker dat die volledig waterdicht zijn. En het bijzondere van deze jas is, dat zien we niet vaak bij echt de sportievere jassen, is dat die is voorzien van een uitneembare thermovoering met een lekker wollen kraagje. Zorgt ervoor dat we deze jas ook in het voor- en het naseizoen nog prima kunnen dragen. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hij van de Hades een maat 52. Nou, je ziet dat hij mooi bij hem aansluit. Eigenlijk overal zit hij lekker strak. Hou er rekening mee dat als die voering eruit gaat, dat je iets meer ruimte krijgt. En dat zo'n jas, zeker van deze kwaliteit leer, zeker nog wel een kwart tot een halve maat gaat rekken. Dus hij mag in het begin wel redelijk strak zitten. Wil je meer informatie over de Alpine Stars Hades of wil je deze jas bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook- of YouTube-pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.